Hallo internetvrienden, daar was ik weer. Super sorry voor de rotzooi hier achter me. Ik ga verhuizen, dus ik ben alles aan het wegdoen, aan het uitzoeken en weet ik het allemaal. En ik had eigenlijk niet zo heel erg veel zin om het nu op te ruimen, want ik wil gewoon heel graag even dit filmpje maken. En het filmpje van vandaag gaat over een onderwerp dat de gemoederen eigenlijk altijd wel bezighoudt. Namelijk de liefde. Laat me trouwens, voordat we gaan beginnen, in de comments even weten hoe jouw relatiestatus nu is. Ben je aan het daten? Heb je een relatie? Hoe lang? Ben je verliefd? Ben je niet verliefd? Ben je gedumpt? Heb je iemand gedumpt? Ik ben heel erg benieuwd wat jullie bezighoudt. Vaak zeggen mensen dat de periode dat je net begint met daten met iemand de allerleukste periode is, omdat je er echt maar even goed van moet genieten. De nieuwigheid, de spanning, het niet weten waar je aan toe bent. De boodschap is altijd, geniet er maar van, want voor je het weet ben je samen en is de spanning eraf. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik snap daar dus helemaal niks van. Natuurlijk, het begin is leuk, het is spannend, het is allemaal nieuw. Maar het is ook een periode waar ik persoonlijk, normaal gesproken, echt ontzettend nerveus van word. En een periode waar ik echt ongelooflijk veel hoofdpijn van krijg. Ik zit nu inmiddels al bijna 3 jaar in een hele leuke relatie waar ik echt super gelukkig in ben. En dat vond ik aan het begin ook nog wel heel erg spannend, want ja, natuurlijk, als je iemand leuk vindt, hoop je dat die ander jou ook leuk vindt. Maar ik wist wel gelijk, dit zit goed. En voordat ik Brian ontmoette, heb ik wel eens gescharreld of gedate of zo. Vond ik wel eens mensen leuk of iets meer dan leuk. En ik kan wel zeggen dat het eigenlijk niet 1 keer iets geworden is. Wat ik best wel merkwaardig vind, omdat dit wel de jongens waren waar ik echt het meest mijn brein over heb gebroken gewoon. Misschien herken je wel dat gevoel dat je op een date bent geweest of je hebt een gigantische crush op iemand die je kent. En vervolgens gaat je brein echt in overdrive met vragen als: vond hij of zij het wel leuk? Wat vindt hij of zij van mij? Ben ik wel goed genoeg? Passen we wel bij elkaar? Waarom reageert hij of zij niet op mijn berichten? Waarom duurt het zo lang? Heb ik iets geks gezegd? Heb ik iets raars gedaan? Is hij op me afgeknapt? Je vindt hem of haar waarschijnlijk helemaal aan het einde, want hij of zij heeft deze kwaliteiten en die kwaliteiten en die opleiding afgerond en hij doet dit werk. En hij heeft ambitie en zus en zo. Dit was ik zeg maar voor het breintijdperk, wanneer mijn brein had besloten dat de focus op een bepaalde persoon gelegd moest worden. Ik heb Brian ontmoet toen ik 20 was. Dus denk even aan mij, maar dan voor mijn 20ste. Ik kan echt van mezelf zeggen dat ik best wel prima meedraai in sociale situaties. Ik heb al mijn babbeltje wel klaar. Maar zodra ik iemand leuk vond, kreeg ik totale kortsluiting. Zodra ik iemand leuk vond, dacht ik helemaal niet meer aan mezelf. Ik was in de basis best wel voorgeprogrammeerd om te denken: heeft de ander het wel leuk? Vindt de ander mij wel leuk? Ben ik wel goed genoeg? Vindt hij me wel leuk genoeg? Als ik iemand leuk vond en ik kreeg het gevoel dat diegene mij ook leuk vond, dan vond ik het gewoon goed. Het kwam totaal eigenlijk niet in me op dat ik ook een mens ben met behoeftes en gevoelens en verlangens en een mening. En ik besefte me dus in 1 keer dat ik er bij die jongens geen moment bij stil heb gestaan of ik het eigenlijk wel leuk vond. Ja, en kan je 1 ding vertellen, achteraf gezien vond ik het eigenlijk met geen 1 echt leuk. Er was vaak gewoon een bepaalde dynamiek waardoor ik niet helemaal mezelf durfde te zijn of helemaal mijn gevoel bloot durfde te leggen. Of echt goede gesprekken kon voeren of echt kon lachen. Ik had gewoon het idee, ik vind hem leuk. Achteraf gezien vond ik ook die jongens wel leuk, maar wat er met die jongens was, wat ik had met die jongens, dat was eigenlijk helemaal niet leuk. Dit is helemaal nu niet om die guys te bashen of zo, want het zijn hartstikke leuke jongens. Alleen ja, er was gewoon niks. Als ik dan onzekerheid erover voelde, dacht ik, oh ja, maar dat komt omdat hij me niet leuk genoeg vindt. Het ligt aan mij. Want als hij me leuker had gevonden, dan had hij vast anders gedaan en dan zat het vast goed. Geen moment, zelfs geen seconde, vroeg ik mezelf af, wat vind ik hier nou eigenlijk zelf van? Vind ik hem wel eigenlijk echt leuk? Wat ik nu ervaar, al deze onzekerheid, knap ik daar eigenlijk überhaupt wel van op? Voel ik mezelf goed bij deze jongen? Kan ik mezelf eigenlijk wel zijn? En als ik nu terugkijk, was het antwoord gewoon nee. Ik was te verblind met het idee van iemand dan dat ik daadwerkelijk gevoelens had bij wat er echt was, eigenlijk, achteraf. En als ik naar mijn gevoel had geluisterd, in plaats van alles op mezelf betrekken en denken dat ik niet goed genoeg was, dan had ik al veel eerder kunnen inzien dat het, ja, niks was en dat dat niet erg is en dat ik door moest met mijn leven. En dat is dus heel erg mijn punt. Als je met iemand gaat of als je een date hebt gehad, dan is het allerbelangrijkste wat je er zelf van vindt. En niet of hij of zij jou wel leuk genoeg vindt. In ieder geval, dat is wel belangrijk, maar het moet niet het belangrijkste zijn. Je moet eerst nadenken, voel ik me daar eigenlijk wel goed bij? Je kan verliefd zijn op iemand, maar als je je de hele tijd onzeker voelt, dan is het toch niet waard? Soms wil je zo graag dat iets werkt, terwijl er eigenlijk niks was om überhaupt al mee te beginnen. Je hoofd kan je echt in de maling nemen dat je denkt dat iets liefde is, omdat je gewoon helemaal obsessief bent met iemand. Tijdens mijn studie vond ik bijvoorbeeld iemand heel erg leuk. Heb ik 1 jaar mee ingedraaid. Volgens mij vond hij mij ook wel leuk. In ieder geval, ik had 0 gesprekstof met die jongen. Elke keer als ik met hem was, was het niet leuk. Maar ik dacht dat ik hem leuk vond. Dus ik werd helemaal nerveus. En toen dacht ik, waarom doe ik zo raar? Terwijl het was helemaal op niks gebaseerd. Er was niks. Ze gingen ook niet op date. Dan ben ik daar misschien 2 keer thuis beland, maar ik vond er geen reet aan. Er kwam gewoon geen gesprek. We wisten gewoon geen gesprek te voeren. Ik heb een tijdje geschaddeld met iemand die achteraf niet toe
toen was het een relatie. En als ik daar nu op terugkijk, was dat echt overduidelijk. Maar dat kleine stukje afwijzing gaf mijn brein hele rare ideeën. Dat ik dacht, nou, misschien moet ik het even afwachten. En in die periode werd ik alleen maar onzeker. Dan ging ik de hele boel overdenken. Het had gewoon moeten denken, dit is niet goed voor me. Maar in plaats daarvan bleef ik er heel erg in hangen. Op de middelbare school was ik heel erg verliefd op iemand maar een heel klein beetje interesse had in mij. Ik voelde me verschrikkelijk. Het sloeg helemaal nergens op. Ik sliep niet, ik at niet, ik dronk niet. En achteraf denk ik bij mezelf, wat ongelooflijk zonde van mijn tijd en energie. Als ik mezelf toen de vraag had gesteld, leuk dat mijn brein hem leuk vindt, maar knap ik hiervan op? Dan was het antwoord nee. En had ik er misschien iets beter mee kunnen kappen dan dat ik er toen achteraan ben blijven lopen. Ik was op een gegeven moment meer bezig met het idee van deze jongens dan daadwerkelijk met wie die jongens echt waren. En ik zie dat gewoon regelmatig ook om me heen, dat mensen in relaties zitten of in flinks of in scharrels of in flows, wat eigenlijk helemaal niet goed is, maar waar mensen toch nog redenen voor vinden om mee door te blijven gaan. Dat moet je gewoon echt niet doen. Mijn tip is echt, luister heel goed naar jezelf. Wanneer je date, vraag jezelf echt af, is dit liefde of ben ik gewoon een beetje geobsedeerd? De twee lijken heel erg op elkaar en in je brein gebeurt exact hetzelfde. Als je verliefd bent, ben je eigenlijk gewoon geobsedeerd. Maar dan zit er ook liefde bij. En soms zorgt die onzekerheid er ook gewoon voor dat je brein in overdrive gaat. En je allemaal dingen wijs gaat maken die eigenlijk niet waar zijn. Als het goed zit, zit het goed. Dat voel je aan alles. En anders is het je tijd gewoon niet waard. Dat was het voor nu, jongens. Ontzettend bedankt voor het kijken naar dit filmpje. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Ik zie jullie natuurlijk weer volgende keer. Adieu!